Dus ik ben aan het kijken, ben het beeld aan het aftasten, zeg maar. En een soort evenwicht al aan het zoeken. Maar het kan weer allemaal totaal anders worden. Dus het ligt ook weer open, snap je? Ik ben aan het kijken, aan het balanceren. En eigenlijk ook, nou, ik heb het nu nog... Ik heb het niet in de hand, ik probeer het in de hand te krijgen... maar wel op zo'n manier dat ik het dan weer verlies om het weer in te vullen. Dus het is dus eerst even de hele compositie bepalen. Dit is allemaal onderschilderen, denk ik. Ja. Ik heb gewoon een idee, daar ga ik mee aan het werk. En dan begin ik maar ergens. En ik kom al ergens uit, dat is het. En het is met niks begonnen, met een wit vlak. Dus als het dan totaal niet uitkomt, dan ja, kan het weer weg. Huh? Als je het zo benadert, als ik het zo benader, verschaft het me ook heel veel vrijheid om van alles te doen. Ja. Dat vind ik belangrijk. Wat mij aanspreekt is dat het eigenlijk totaal zinloos is ook voor een schilderij maken. He, iemand die nog op het land werkt, die doet nog iets voor anderen. Maar ik doe dit louter voor mezelf. Dat is toch te gek voor woorden. He? Maar goed, ik kan ook niet anders, dus ik doe het ermee. Maar ik besef me wel dat dit ontzettend luxe is, dat ik dit zomaar kan doen. Ik moet even stoppen, geloof ik. Ja? Ja. Ja, anders ga ik gekke dingen doen.
haar de verkeerde dingen doen. Soms doe je dingen intuïtief en of afgewogen, wat dan ook. En dan kan het, met een bepaalde vrijheid. En soms doe je ze vanuit, omdat je door wilt gaan. En dat is niet goed. Je moet de rust hebben om het zichzelf duidelijk te laten maken. Het is net even iets anders. Het is de ene kant van de klok of de andere kant. Hè? De waanzin en het, de genialiteit die... Het ligt toch heel dicht bij elkaar, zeggen ze. Nou, zo ligt dat ook heel dicht bij elkaar van het doorgaan omdat het goed gaat... of het doorgaan omdat je zo wilt dat het goed gaat. En nu wil ik dat het goed gaat en dat heeft geen zin. Dus dan moet ik gewoon even stoppen. Dit stuk slaat gewoon helemaal nergens op. Even kijken. Misschien ook dat ik die okerstreepjes erin aan het zetten ben. Dat hier deze oker, ja, die wordt daardoor anders. Ik weet nog niet goed wat ik daarmee moet. Het komt er te dichtbij. Het zou eigenlijk net iets naar achter moeten vallen. Dus misschien dat het een andere kleur moet hebben. Als ik te denken van moet het... ik vind op zich dat bruin wel mooi, van de oker. Maar als het dit bruin wordt... van die sienna, die ongebrande sienna, trek dat weer hier naartoe. Maar misschien kan het, ik weet het nog niet. Dus ik even een moment afwachten dat ik er klaar voor ben om dat te gaan doen. Voorlopig ben ik nog streepjes aan het trekken, nog een paar. Ik wil een soort weerstand voelen met dat schilderij, weet je, dat ik iets moet veroveren. Dus, snap je? Om te kijken wat er dan uitkomt. Kan het nog anders? Kan het nog anders, zeg maar. En ja, ben ik voor mezelf en vaak ook voor anderen wat onmogelijk. Maar ja, hebben wij niet gemerkt, hè? Maar ja. Ja, ik vind dat prettig. Zeg maar. Peuren, blijven peuren. Als je een antwoord hebt, nou, dan is het voorbij. Maar de vraag is interessanter. Ja. Het gebeurt ook wel eens dat ik hier kom en dat ik denk van... goh, wat moet ik nou toch doen? Dan hangt er een schilderij en dan kan ik nog geen tube verf beetpakken.
Weet ik het echt niet. Nee. Zo stom is dat. Ja. Ik weet wel dat ik als kind voelde ik me al geen buitenstaander, gewoon deelnemer. Maar als klein jongetje op de lagere school was ik al aan het beschouwen. Van dat ik de situatie aan het beschouwen was. En dus ook niet echt helemaal deel kon nemen. Alsof er iets bij me altijd op reserve liep. En nou, misschien heb ik dat nog in het schilderen. Ik blijf het beschouwen. En daardoor ook vol twijfel en vragen van wat gebeurt er. En ik weet ook wel dat ik als schilderend deelneem aan de schilderij. En toch blijft er iets van mij tegelijkertijd die twijfel houden. Dus, ja. Ja, ik schilder ook omdat ik gewoon niet kan vertellen. Snap je? Geen woorden heb. Daar kom ik achter. Ja. Want ik zou het liefst opschrijven.